In het hoge noorden van Zweden wordt een oud vikingritueel in ere gehouden. Köttbulla kästning. Magnus Gunnarsson. Spelet heter Köttbulla kästning. In de tijd van de vikingen werd dit spel gespeeld om jonge strijders op hun lef te testen. Köttbullskästning. Een gammal sport som härleder sig till vikingatiden. Tegenwoordig is Köttbulla kästning voor de meeste Zweden folklore, maar voor de beoefenaars ervan pure ernst. Want de offers die de spelers brengen voor hun sport zijn niet gering. Getuigen hun gebrek aan voortanden en dikke wedstrijdlippen. Na de warming-up van de lippen en de hartverwarmende woorden van de ceremoniemeester kan het toernooi beginnen. De werper neemt bovenop de klif plaats om 4 balletjes naar beneden te werpen. 1 van gehakt en 3 van steen. De vanger zet zich beneden schrap om dat ene gehaktballetje met zijn mond op te vangen. Zo verbazen wij ons eens te meer over deze markante Noorderlingen. Ik voel me heel stolt als hij tävlar. Het warmt mijn hart riktigt als ik zeg dat hij wint. Mijn son is mijn all. Everything.